misschien krijg ik een fiets. Zo mooi. Om te adopteren, dus niet een kitten, maar een herplaatser. Zo lekker met die amandel. Good morning. Ik ben echt altijd zo moe op vrijdag en nu niet. Ha en ik waren gisteren letterlijk om 9 uur al zo moe. En toen zei ik, zullen we gewoon gaan slapen? Toen zei hij, jij gaat sowieso niet nu naar boven. Want ik ga nooit. Ik ben echt verschrikkelijk. Ik wacht altijd tot hij gaat. Ik ben echt een hels iemand wat betreft naar bed gaan. Ook toen ik alleen woonde, ik ging altijd zo laat naar bed. Dus ik heb hem echt nodig in mij om op tijd te slapen. En toen om 9:30 of zo dachten, nou weet je, we gaan gewoon lekker boeiend. En toen sliepen we. Nou ja, ik denk dat we om 10:30 sliepen en de wekker ging 7:15. Ik was om 7:30 al echt wakker. Maar ook gewoon van, ik wil eigenlijk wel opstaan. Toen hadden we een super chill ochtendje net. Lekker opgestaan, rustig ontbeten, gezellig. Gewoon, moet 7:45 zich voor de deur uit. Dus ik had, nou ja, vanaf het moment dat ik dan de douche uitkwam. Meestal heb ik dan echt nog een kwartier of zo om alles te doen. En nu nog ruim 30 minuten langer. Echt heerlijk. En ik ben zoveel minder moe. Dus dat is echt super chill. Ja, we hadden iets van, oké, ik was niet aan het werk. Soms werk ik 's avonds nog aan iets. Maar ik had nu echt iets van, nou, ga ik hier staan? Ja. Ik was gewoon te moe om wat te doen. En we hadden ook niet echt iets wat we wilden kijken. En toen hadden we iets van, ja, wat doen we hier eigenlijk, weet je wel. Dus zo blij dat we lekker naar bed zijn gegaan. Nou. Nu ben ik op mijn werk en ik zie jullie zo. Kijk nou hoe leuk. Ze hebben allemaal vlaggetjes gemaakt voor een juf die 40 jaar in het onderwijs zit. Oh, hoe lekker heeft het aangekookt. Dit is een soort van gegrateerde, noem je dat? Gepaneerde tomaat en het is kip. Kijk wat we hebben. Oh my god. Met knetters. Sick. Dus ik ging gisteren naar die garage voor mijn auto. En hij heeft hem dus APK gekeurd, gratis. Omdat hij zei dat alleen de banden afgekeurd waren. En die corrosie in de remleiding was helemaal niet. Dus ik heb maar €150 over te betalen. En hij heeft hem meteen gekeurd. Dus echt een tip is, ga gewoon naar een goede garage. En niet naar QuickFit in ieder geval. Maar zelfs die onafhankelijke APK-keuring was dus... Had dus gezegd dat er corrosie in de remleiding zat, terwijl dat dus volgens deze man niet klopte. Dus in plaats van €1000 ben ik echt €150 kwijt. En nu gaan we naar de fietswinkel, want misschien krijg ik een fiets. Oké, we gaan nu dus een testrondje maken op de fiets en hij is zo mooi. Want ik had al eerder fietsen getest, maar die fiets is totaal niet lekker. Dus deze heeft de fietsmaker speciaal voor mij besteld en ik vind hem echt prachtig. En hij fietst wel lekker, dus we gaan nu even een testrondje maken. Oh, zou ik wegfietsen? Wee! Oké, hij fietst echt heel lekker. Ik wil hem. En dan ga ik afstappen. Ja. Hij is echt goed gekeurd. Thank you. Oh my god, ik heb een fiets. Ik heb hem gewoon gekregen. Het voelt zo raar, want ik ben normaal iemand die echt altijd alles zelf koopt. Maar omdat ik nu heel veel geld in de zaak heb zitten en graag met de fiets naar mijn werk wil, heb ik het cadeau gekregen. De 2022 versie echt zo cool. Heel blij. Te lekker bij de koffer. En dit wordt het. Waarom ben ik altijd ontevreden? Ik vind het echt jammer. Ik wil gewoon zeggen dat ik wil blijven, maar het is grijs. Ze zei nog, wil je het... Ik zeg, ik wil het gewoon cool blond. Grijs? Nee, niet grijs. Gewoon niet warm blond. Zeg maar zeker geen grijs. Altijd ben ik aan het zeuren, maar ik wil geen grijs haar. En de aanzet is gewoon, als ik het nu zo doe, lijkt net alsof ik uitgegooid heb van grijs haar. Ik vind het niet per se lelijk of zo, maar ik wil geen grijs haar. Ik was ook heel erg gestrest daar. En je werd steeds door iemand anders geholpen. En die meiden kunnen er ook niet zijn. Ze waren gewoon onderbezet. Maar dan ja, mijn haar is ook niet geknipt, want daar was geen tijd voor. Weet je... Ik heb al sinds ik op YouTube zit, heb ik haardrama in mijn vlogs. En iedereen zegt, ga naar een goede kapper, geef er geld aan uit. Maar dan doe ik dat en dan krijg je dus grijs haar. En de vorige keer kreeg ik highlights die niet zichtbaar waren. Dus dat heeft ze nu wel goed gedaan. Maar waarom is het grijs? Het waren 50 folies. En ik heb daarvan 1:15 tot 4:30 of zo gezeten. Omdat ik steeds wilde ze uitspoelen, maar dan was er niemand beschikbaar. Dus volgens mij is het ook gewoon te lang blijven zitten. Nu lijk ik toch op een oma.
Ik wil toch niet grijs zijn, ik ben 28. Oh, kijk hoe lekker. We hebben zwarte bonen met ruddergal, knoflook, ui, Mexicaanse kruiden, mais, kaas, guacamole, salsa. En dan wat zure room. Wat patatjes erbij. Ik kan lekker allemaal over elkaar heen gooien. Yummy. Jongens, we gaan onverwachts. Nou, het is niet. Ja, het is wel onverwachts, maar ook weer niet iets heel spannends doen. Want ik ben echt al super lang aan het zoeken naar een Siberische kat. Maar dan om te adopteren. Dus niet een kitten, maar een herplaatser. En ja, dat ras, omdat dat niet helemaal hypoallergeen is. Dat bestaat niet. Maar het komt heel erg in de buurt van hypoallergeen. Dus qua allergie voor haar is dat een van de beste. En ze zijn gewoon super lief. Het is een super mooie kat, lief karakter. Maar ja, het is heel moeilijk om dus een herplaatser te vinden. En nu ineens had ik contact. En ik verwachtte er echt niks meer van. Ik ben echt elke dag met mensen aan het praten en krijg geen reacties en zo. En ineens mogen we nu komen kijken naar een witte Siberische kat van 3 jaar. Ze is volgens als het goed is dus van een cattery geweest, zeg maar dan. En heeft dus kittens gekregen, maar ligt niet goed in de groep. En ze zou dus of naar een andere cattery gaan, of ze zou dus geholpen worden en gewoon een thuis krijgen waar ze dus geen baby's hoeft te gaan maken. Gewoon lekker kat kan zijn, om het zo te zeggen. En ja, we gaan dus kijken of het klikt. En dan gaan we haar niet meteen meenemen, want dan gaat ze dus eerst nog geholpen worden. En dat doet die persoon dan, dat is ook beter. Het lijkt me ook niet echt een leuke eerste kennismaking als je meteen naar de dokter moet met je nieuwe baasjes. Dus super spannend, we zijn er over 4 minuten. En we gaan het zien. Heel spannend. Ze heet Elina. En ze is 3 jaar. Oké. We waren er. En het is zo perfect, want... Wacht, even mijn gordel omdoen. Kijk, het is dus gewoon een vrouw. Die dus ooit een Siberische kat, deze kat Elina dus, heeft opgehaald. En zij heeft kittens gekregen en ze heeft nog een Siberische kat. En eigenlijk voelt deze kat zich nu niet meer op haar gemak. Omdat ze dus... Ja, ze zei ze is best wel dominant en gaat niet goed met de andere katten. Maar de indruk die ik kreeg is echt wat je soms ook op school bij kinderen in de klas ziet. Ze wil heel graag spelen en aandacht, maar... De anderen pakken zeg maar de aandacht af of zo. En dan gaat zij maar een beetje in een hoekje toekijken. Dus ze kijkt wel. Het is niet dat ze het niet interessant vindt. Ze kijkt en ze is gewoon lief en ze laat zich gewoon eien. Maar ze denkt van nou, ik loop maar weg of zo. Dus ze komt gewoon niet helemaal uit de verf. En ze kijkt echt ook altijd uit de boom natuurlijk. Dus je ziet gewoon dat zij veel blijer gaat zijn als ze gewoon lekker in haar eentje is. En dat is precies wat ik wilde. Een kat een beter leven geven. En dan is het ook nog eens het ras wat ik wilde. En ze was super mooi. En je kon haar gewoon vastpakken en knuffelen. Alleen er was een andere kat en die kwam echt naar je toe. Weet je wel, dat is echt zo de showstealer waarvan je dan meteen denkt... Oh, dat is zo'n leuke kat. Maar deze kat is net zo leuk. Alleen ze komt gewoon niet helemaal tot haar recht hier. Dus het is helemaal perfect. En die vrouw vindt het ook super moeilijk om haar kat natuurlijk weg te doen. En nu moeten we dus even laten weten wat we willen. Maar volgens mij voelde het wel goed ook voor haar. Dus ik denk dat als we laten weten dat we het willen, dat het wel kan. En ik ben helemaal dol in mijn hoofd. Maar ze gaan echt zo. Ik vind het super spannend. En dan gaat ze haar dus laten helpen. En het heeft allemaal geen haast en zo. Dus dat is allemaal echt top. Dus to be continued. We hebben overlegd en we hebben het laten weten. En ik ben zo benieuwd wat ze gaat zeggen. Kijk jongens. Ik heb een pakketje binnen. Een trui. Ik ben echt gek op de truien van Chiquelle. Nog een trui. Volgens mij echt letterlijk dezelfde kleurstof. Ja, kijk dit. Het is echt bijna dezelfde trui. Maar ik vond hem zo leuk. Hij is toch anders. Dit is volgens mij een leren legging. Ik weet niet of die me gaat passen, maar ik wou het risico wel nemen. Ik mag het natuurlijk toch gratis uitzoeken, anders geef ik het iemand anders. En iets wat ik echt geweldiger uit kan zien. Maar ik weet niet of het me gaat passen. Want hij is one size. En bij het model zat hij best wel goed. En zij is super slank. Maar dat is deze trui. Ik zal morgen alles eventjes gaan laten zien. Maar dit is dus echt een geweldige witte trui met roze. Ik ben echt zo benieuwd. Kijk dan. Dit is toch niet normaal. Ik vind het zo leuk. Hij zal wel passen denk ik. Groot, maar bij het model leek hij niet zo groot. Oh, ik ben zo benieuwd. Laatst zei het eigenlijk best wel vaak wat kortere truien op bijvoorbeeld een sportbroek of zo. Dus daarom vind ik die trui van Chiquelle nu wel echt heel erg leuk. Want ze zijn vaak wat korter. Deze ziet er niet zo kort uit.
Oh, ik hou van groen. Dit zijn dus groene letters. En zo'n gemaleerd cremig stofje. Oh, deze ziet er helemaal niet kort uit. Oh, hier ben ik ook heel benieuwd naar. En deze lijkt hetzelfde. Volgens mij qua model. Volgens mij is het precies dezelfde trui. Nou, we gaan het morgen zien. Dit is de broek. Dit is zo'n lakleer. Nee, matleer. Ik weet niet of ik hem ga passen. Hij ziet er niet heel klein uit, maar het is een 40. En ik heb echt minstens 42. Nou, dit gaan jullie allemaal nog zien. Maar dan weten jullie ook vast een beetje hoe het er zo uitziet. Zonder dat je het op mij ziet. Jongens, kijk hoe schattig. Zo leuk. Ze stuurt ons allemaal foto's ervan dat ze bij de dokter zijn. Zo lief. Ze is helemaal gezond. En 5 kilo. Hé jongens. Oh, de oorbellen. Ik ben er echt obsessief mee. Ze zijn iets prijziger. Maar ze zijn ook wel amazing, hè? Niet normaal. Nog al besteld? Ik weet niet of het mij staat. Mijn haarkleur is trouwens beter, want ik heb het 100.000 keer gewassen, dus het is niet meer grijs. Bijna niet meer grijs. We zijn hele vlog ochtend ook niet zo grijs, maar geloof me, dat was het. Ik weet niet of mij dit staat, maar ik vind het wel leuk. Iemand hier in huis zei net, dit vind ik echt heel lelijk. Ik vind het dus wel leuk. Alleen op mij staat, weet ik niet. Oké, wacht. Dit is de trui, hij is echt heel leuk. Hij kreeg het wel een beetje. Hoe moet je dit omdragen? Hij is wel echt super, super, super leuk. Heel erg leuk. Ja, ik heb er even geen echt BH onder. Hij is echt super leuk. Het valt mee, hij is niet echt te klein of zo. Het valt best kort, maar ik vind hem echt super leuk. Ik kriebelt een heel klein beetje. Maar ik kan er tegen en ik kan niet zo goed tegen kriebel. Ik vind hem echt super. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Ik heb ook nog nooit zo'n soort trui gezien. En leuk. Dus de ander, ik vind hem heel leuk. En ik vind bij mij dit soort kragen altijd echt niet mooi staan. Bij sommige mensen staat dat super leuk. Misschien een beetje als je hem zo hebt of zo. Maar ik vind deze dus. Qua kleur vind ik hem echt geweldig. Dit groene en dit. En hij zit echt heel erg lekker. Alleen dit is gewoon niet zo mooi bij mij. Maar hij is wel heel leuk. Die andere is gewoon echt precies hetzelfde. Maar het is wel een hele mooie trui. Gewoon net niet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar weer echt super chille kwaliteit. Echt gewoon helemaal wat je gewoon net van Chanel. Dus. En de broek pas ik niet. Maar dat had ik al verwacht. Helaas. Mocht je een surprise box bestellen en die broek graag willen, laat het vooral weten. En anders hop ik hem er voor je bij. Jongens, ik heb hem laten influencen. Ik zag het op Instagram voorbij komen. Wie ook weer? Ik weet het niet eens meer. Een portable blender. Ik moest het hebben, maar ik heb dus dit besteld. Kijk. Deze heb ik besteld van Vitamer. En dan krijg ik er dus eentje van Mopstore. Dat vind ik wel gewoon een beetje raar. Want misschien is dit gewoon een ander merk. Het lijkt echt hetzelfde. Misschien is het gewoon echt AliExpress en dan hebben ze er een andere naam op gezet of zo. Kijk, het lijkt wel echt hetzelfde. Je moet het dan met een USB-kabel opladen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem gewoon even uitproberen morgen. Oh my god, ik had wel vergeten te filmen dat ik hem ging blenderen. Maar ik moet hem heel even ingedrukt houden. En het is echt in een paar seconden gebeurd. Geweldig. Ik doe hem even een beetje proeven. Goedemorgen jongens. Ik heb werfjes. Een voorraad van deze besteld. Ze zijn echt best wel prijzig. Alleen ik kan gewoon geen enkel vergelijkbaar product vinden. Deze toner vind ik zo prettig. Dus ik had het op deze website besteld. Geen samenwerking of zo. Maar hier was het iets goedkoper. En het is dan niet. Ik hoef niet per se nummer 2. Want volgens mij heb ik ook wel eens nummer 3 gehad. Of nummer 1 of zo. Maar dit is die hele grote fles. Met een pomp. Dat is echt ideaal. Dus ik heb er 3. Dan kan ik hopelijk dan weer. Ik weet eigenlijk niet hoe lang ik hiermee doe. Maar echt wel. Ik heb het ook al 3 maanden of zo met 1 fles. Nou, korter. Ik probeer het niet meer elke ochtendavond te gebruiken. Want dat is niet nodig. Maar zonder dit heb ik echt geen fris gevoel op mijn gezicht. Ik ben echt verslaafd hier. Vroeger kreeg ik dit dus opgestuurd van Mooi PR. Daardoor ben ik helemaal verslaafd aan geraakt. Maar nu sturen ze nooit meer iets op. Maar ik moet het gewoon kopen. Dus volgens mij was ik nu echt 90 euro kwijt of zo. Voor 3 fles. Echt belachelijk. Maar het moet. Want. Ik weet niet, mocht iemand iets kennen wat ook dit effect geeft. Volgens mij komt het gewoon omdat er alcohol zo in zit. Maar ik vond het zo lekker fris.
Je huid voelt zo schoon en het haalt ook echt zoveel vel eraf wat je met ander spul niet eraf krijgt. Dus, nou, geen reclame dus, maar toch wel blijkbaar. Dus ik leg weer lekker 2 van die pakken in mijn kantoor als voorraad en deze zet ik boven. Hallo, ik ga weer zeker mijn boodschappen filmen. Ik ben naar de Dirk gefietst. En ik heb echt veel lekkere dingen gekocht. En ik dacht, ik laat het weer zien. Deze thee om met melk te drinken, zo lekker. Caramelized pear, apple pie, spiced biscuit en hazelnut cocoa. Ik heb die wel eens gehad. Ik heb mais voor haperdrop gekocht en chips. Persinesappel, maar die heb ik echt zin om die lekker zo te eten. Zoals vroeger bij de hoekie van die partjes. Wat heel slecht voor je dan is. Mosterd in type, super handig. Lekker worteltjes, komkommer, kokosnoot, aardbeien. Dit koop ik nooit. Maar ik had ineens zin om morgen iets te gaan maken, namelijk lentetentjes. Oh my god, heerlijk. En gewoon lekker bruinbrood, tomaatjes, gember. Om een smoothie mee te maken. Crackers. Obsessed met rode druiven. Bio-eieren, altijd bio. Dit lijkt me zo lekker om een keer te drinken. Ik weet alleen niet of het lekker is met plantaardige melk. Ik drink natuurlijk geen koemelk. Bananen, rijp en niet rijp. Zoals je misschien wel weet, eet ik dus vrijwel geen zuivel meer in principe. Maar de laatste tijd doe ik het wel weer een beetje. In de vorm van yoghurt, want soms heeft mijn lichaam er echt behoefte aan. Dus kwark, golden kiwi zit dus voor haar allemaal. Weet ik niet. Dit was eigenlijk ook voor haar. Ik dacht, dat vindt ze wel lekker. Dit was in de aanbieding en ik had er ineens zoveel zin in. Maar ik word hier dus wel moe van zuivel. Maar soms doe ik het gewoon. 0% appelmoes. Dit had ik ook zoveel zin in. Grapefruit. Oh, als je dat gewoon goed opensnijdt en dan zo uitlepelt, zeg maar. Met een vorkje is het echt heerlijk. Limoenen. 100% pindakaas. Ik probeer de laatste tijd steeds meer bio te doen. Om een smoothie mee te maken dan niet de ongezoete variant. Want die is niet zo lekker. Met een smoothie. Dus dit is dan wel de gezoete. Dus een bio-olijfolie. En nog een komkommer. En nog wat elsterappels. En dan nog alles wat ik laat zien doen. Dit wordt volgens mij heel lekker. Ik doe het nog even met die zonnestuiker, want die is open. Ik heb spinazie, banaan, havermout en kokosrasp. Misschien zit hij net vol. Jongens, ik ben weer helemaal gemotiveerd om elke dag te gaan vloggen. Oké, we gaan het even bekijken. Het kan dat hij te vol zit hoor. Er kan echt wel weinig in. Kijk, ik heb wat eruit gehaald. Is hij gewoon leeg of zo? Is hij nu al stuk? Oké, nog het melk bijgaan en nu gaat hij. Dus dan denken, waarom koop je niet gewoon een groot blender? Ja. Wat ik wel vind bij grote blenders, dan heb ik altijd veel te veel. Daarom vond ik dit ook wel chill. Maar ja, wat ik nu doe slaat ook nergens op. Ik ga het even maken. Hier is mijn mengsel. Het ziet er niet heel lekker uit, moet ik zeggen. Hoe lang heb je geen wit casinobrood gegeten? De laatste keer was volgens mij echt op de hockey. Vroeger als kind, met een tosti. Überhaupt wit brood. Oh, wentel de sneetjes door het eimengsel. Daarom heet het wentelteefjes. En stapel ze op. Schenk de rest van het mengsel over de stapel en laat intrekken. Kijk trouwens mijn achtergrond, zo lief. Oké, dus wentel. Woehoe. Heel goed laten volzuigen. Oh my god. Is er al genoeg kaneel? Mijn moeder maakte dit dus vroeger altijd. Nou, altijd. Naar mijn idee maakte ze dit een tijdje echt elke week. Als ik uit school kwam voor de lunch. En het was zo lekker. Het enige is dat we geen boter hebben. Dus ik ga het in olie doen. Oh, het ruikt er al naar. Ik heb het niet meer gegeten sinds ik op de basisschool zat, volgens mij. Even laten intrekken. Oké. Ik hoop dat het ook lekker is als je een olie bakt. Maar ik denk dat het met boter echt veel lekkerder is. Oh, het is echt heel volgezogen. Oh, dat zijn er 2, joh. Oh. Moet toch niet op elkaar? Het is echt zo zottig. Ik heb het er heel erg doordrenkt. Maar het is wel het lekkerste, maar het valt bijna uit elkaar. Kijken. Wow.
Volgens mij worden ze wel lekker. En dat moet eigenlijk met oud brood. Maar nou, dat is geen oud brood. Hoe goed ziet dit eruit? Dus het gaat de oven in. Venkel die al gekookt is. En dan de rest is gewoon rauw kabeljauw. Bladpeterselie, champignons, tomaatjes. In de oven. Neem ik altijd als zoetje, dus echt zo'n kop thee. Ik heb deze nu zo lekker met die amandelongezoet. Maar nu neem ik een stukje van dit erbij. Van Sue. Allemaal met zonder, hoe noem je dat? Ongeraffineerde suikers en zo. Deze heb ik in huis omdat we die voor 35 aan het testen zijn. En het is zo lekker. Dus met een kopje thee. Spinazie, dus banaan. Echt goed allemaal. Maar ik vind het, ik weet niet waarom, ik vind het gewoon echt een handig ding. Al is een grote blender veel handiger, vind ik het toch gewoon geweldig dat het zo klein is. Ik zie het ook overal nu op internet voorbij komen, op Instagram, de mensen die gesponsord dit hebben gekregen. Van allemaal andere merken, met precies hetzelfde apparaat en dan weer een ander merkje. Perfect, gewoon één glas. Dit komt net binnen, dit heeft Hades besteld vanwege Elina. Elina. Ik vind het zo moeilijk gedaan vanwege de kat die we dus krijgen. Dit is een luchtzuiveraar, maar misschien moeten we er twee hebben. Voor twee verdiepingen. Dit is voor 50 vierkante meter. Maar ja, dat is dus heel chill als je een kat hebt. Zodat je in ieder geval niet hoeft te niezen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet precies. Hij heeft het gekocht. Maar wel chill om een luchtzuiveraar juist te hebben. Dus twee dingen nodig op dit moment in mijn leven. Eén. Geld. Dat is zo grappig. Omdat, nou, jullie weten wel dat ik altijd best wel chill kan leven en zo. Maar nu zit er zoveel geld in 35. Dat ik echt... zoveel minder geld op dan ik eerst had. Dus dat is echt even wennen. Toen dacht ik, hey, wat wil ik nog meer? Een opgeruimd kantoor. Dus wat ga ik doen? Mijn kleding verkopen. Dat is echt iets waar ik nooit zin in heb om te doen. Dat is iets waar ik nooit zin in heb om te doen. Want het is best veel werk. Ik ben nu al een tijdje bezig. Ik zal alles op de site zetten. En dan ga ik nu dus foto's maken. Maar ja, ik ben nooit meer maak ik foto's van mezelf. Ik hou er gewoon niet meer zo van. Maar het moet. Dus ik ga het doen. Daar is een hele berg met kleding. En ja, ik ga gewoon in de spiegel foto's maken met de kleren aan. Ja, oké. Ik heb van alles. Ik heb kleding van samenwerkingen die ik niet heb gedragen. En zelfgekochte kleren. Echt van alles. Maar ja, deze is wel een beetje klein, zoals je kan zien. Maar goed. Liever te klein laten zien dan niet laten zien, toch? Dus ja, oké. Het liefst film ik gewoon alle kleren. Ik vind foto's maken echt niet leuk meer. Het liefst film ik gewoon alle kleding, maar ja, dat kan niet. Leuk hè? Ik vind deze kriebelen, dus daarom draag ik hem nooit. En zo heb ik allemaal superleuke kleding. Ik heb gekookt, dus het is een beetje een apart gerecht. Het is ui, knoflook, Mexicaanse kruiden, gerookt paprika poeder, zwarte bonen. En dan rijst in bouillon, zoals altijd. En tomaten, passata en tomatenstukjes. En dat allemaal door elkaar heen. En dan zijn dit allemaal toppings. Ik denk dat het wel lekker is, maar het is een beetje apart. Ja, het ziet er best spannend uit. Ook al leuk om ik hier weer te zeggen, wij gaan slapen. Ik probeer een betere vlogger te zijn. We hadden een film gekeken, alles op tafel, Nederlandse film op Prime. Was wel grappig film, bijna de hele film speelde zich af in één scène, zeg maar. Prima film. En nu heb ik vaders aan gezet en gaan we slapen. Het is pas 10 uur. En morgen gaan we naar de IKEA. Ik heb heel veel dingen besteld. TV-meubel, ladekast, een rommelkast voor de logeerkamer. Maar dat zie je morgen. Nou, verder nog iets zeggen. Joep. Goodbye.